Hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast. In deze aflevering laat ik je zien hoe je met behulp van AZ Screen Recorder ook een screen of podcast kunt maken vanaf je Android-device. Hier zie je de AZ Screen Recorder, die heb ik nu al aan. En tegelijkertijd zie je een aantal andere apps waarmee je geluid kunt opnemen op je Android-device dat je weer kunt uploaden voor je podcast. Maar het leuke van deze app is dat hij ook beeld opneemt en zo kan ik dingen laten zien vanaf mijn Android-device. Bijvoorbeeld uh, een paar apps die je kunt gebruiken om podcasts te bekijken of te beluisteren. Daarvoor heb ik Castbox geïnstalleerd, Podbean, Player FM en als laatste Video Podcastje Deluxe, waar ik zelfs een uh, abonnement op heb genomen. Maar laat ik deze even zien. Player FN. Nou, en zoals je ziet, heb ik al een aantal uh, podcasts. Daar heb ik een abonnement op genomen. Die van mezelf natuurlijk, van de correspondent, van Kennisnet en ook de podcast van Don Zuiderman. Ja, en welke ontbreekt hier? Dat is natuurlijk de anonieme orang Oetang. Dan kan ik gaan zoeken op anonieme orang Oetang, Maar helaas hij vindt hem nog niet. Waarschijnlijk is de podcast nog wat te jong. Maar de mogelijkheid die je dan hebt is om te importeren. En dat doe je dan met behulp van de RSS-feed URL. Nou, wat is dat nu weer? Nou, als het goed is, wordt die door podcasts beschikbaar gesteld. En als ik nu ga naar de anonieme orang podcast. Blogspot.nl. Dan zie je dat op de startpagina Don Zuiderman inderdaad de RSS-feed beschikbaar heeft gesteld. Dus als ik die nu even kopieer, linkadres kopiëren. En ik ga naar playerfm en ik zeg hier plakken, importeren. Dan zul je zien dat de anonieme Orang Oetang podcast in beeld komt. En als ik hier nu op het plusje klik. is hij uh, toegevoegd uh, Nu wil hij verder gaan met inloggen. Dat doen we nu even niet. Ik ben benieuwd of hij hier nu bij staat. En ja, hoor. Hij staat erbij. En als ik erop klik. dan. Uh, Zie de afleveringen tot nu toe? Nou, dat is een voorbeeld van uh, een app die je kunt gebruiken op je Android-device om je te abonneren op podcasts. Maar nogmaals, er zijn er meer. En een ander uh, ding is dus dat je zelf ook podcasts kunt maken, zoals ik uh, hier nu aan het doen ben. Nou, ik hoop dat je dit interessant vond en wellicht dat het je zelf ertoe aanzet om ook eens te gaan podcasten, desnoods, vanaf je Android device. Bedankt voor het kijken, tot zover en tot een volgende keer. Oh ja, en als je vragen hebt, tips of opmerkingen, dan hou ik me natuurlijk van harte aanbevolen. Aju.